Hey, welkom, welkom bij een nieuwe aflevering van deze Floralist. Floralist.nl heeft allerlei verschillende video's over wat je met bloemen kan doen en hoe je de mooiste creaties kunt maken. Mijn naam is Nelleke Bontje en wij gaan een creatie maken met foamplanten, zijdebloemen en verse bloemen. En dit geeft gewoon een fantastische combinatie omdat je gebruik maakt van het frisse en verse van de verse bloemen. Kunstbloemen. Zijdebloemen, die hebben vaak hele mooie vormen, zoals deze. Het is dan foam. En deze Gloriosa, ja, misschien zeg je het niet, of misschien zie je het wel. Dit is ook een neppert. En het mooie ervan is dat je het gewoon keer op keer kan gebruiken. Dus, en op allerlei verschillende varianten. Je kan hem hoog verwerken, laag verwerken, met dit ding, zonder dit ding. Of alleen mooi, heel subtiel in een vaas zetten. Heel kunstzinnig. Maar we gaan er nu even wat leuks mee doen. Om je een idee te geven wat je er precies mee kan doen. Ik heb ook voor de rest verse lelies. Die ontdoe ik even van het blad. Het blad is vaak gekneusd en rommelig. Kijken hoe ik ze ga verwerken. Ik denk een beetje omhoog. En dan die er tegenaan. En dan die aan de onderkant en die. Ja, dus dit zijn twee anthuriumbladeren. Mooie groene hortensia. Twee witte Gerbera, staalgras, twee lelies, een fascia blad. Nou, en dan de twee kunstbloemen. Ook heb ik wat aluminium wikkeldraad, want we gaan deze bladeren oprollen en vastzetten. Dit is gewoon heel decoratief. Dat wikkel je om het blad heen op de langwerpige manier. Dus op die manier. Deze inspiratiekwartiertjes, zo noem ik ze soms wel eens. Ja, geef ik je gewoon wat tips, wat handleidingen, dingetjes die je kan doen, waar je even over na kan denken. Om je leven mooier in te richten met de diversiteit die je kan toepassen met bloemen. Nou, om het geheel iets strakker over te laten komen. Vaak wel heel belangrijk vindt, omdat het anders wat lossig wordt of wat woelig. Het ligt natuurlijk maar net aan wat je wil gaan maken en waar het voor is. Maar in dit geval zet ik het iets vaster. En dat wikkeldraad, ik vind het ook altijd wel een mooie, het aluminiumdraad, een mooi detail. Dat je er heel goed bij kan hebben. Nou, nu dit staat, kunnen we het boeket, de body, kunnen we gaan invullen met aan de ene kant de hortensia. Aan de andere kant zet ik meteen deze foambloem, plant, hoe je het ook noemen wil. Aan deze kant komen de gerbera's. Een beetje ertussendoor. En dan doe ik de twee bladeren bij elkaar. Dit geeft het versterkt elkaar. En onder de hortensia komt het blad. En klaar is je boeket. En dit is een enorm sterk boeket. Ja, wat ik al zei, met twee kunstbloemen. De lelies die mooi in knop zitten, waar je lang plezier van hebt. Groene hortensia's zijn over het algemeen erg sterk. Dit blad en alleen de gerbera's, die zullen na verloop van tijd, van een week waarschijnlijk, die slap gaan hangen. Of helemaal oud worden en verschrompelen. Die kun je ook weglaten. Het is een leuk detail, maar ook zonder de gerbera's is het gewoon nog een heel mooi stuk. Zelfs met de lelies, die kun je ook weglaten. Nou ja, dan krijg je het al wat minder body, maar even goed blijf je gewoon plezier hebben van het bloemige. Nou, ik hoop dat ik je geïnspireerd heb met leuke dingen. Deze items, de Gloriosa en deze foamplant, kun je kopen op de webshop van Floralist.nl. Hieronder zie je de link en dan krijg je meer uitleg en kun je de bloemen verkrijgen. Nou,
in ieder geval een hele lekkere dag verder. En ik zie je waarschijnlijk gauw weer. Bye bye!